Goedemorgen, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Zoals eerder afgesproken zou ik vandaag graag weer een half examen ongeveer met jullie willen bespreken. En het examen waar we vandaag naar kijken is 2018 tijdvak 2. Dus laten we maar even kijken wat ze van ons willen. Oké, dit is het examen. Het bestaat uit 22 vragen, 80 punten. Nou, dat is een beetje wat jullie gewend zijn. Dit is het formuleoverzicht met hier de differentiëerregels en de rekenregels voor logaritmen. Dus vast en zeker zullen we daar wel weer wat van nodig hebben vandaag. En we beginnen natuurlijk bij vraag 1. En dat gaat over een bank. Goed, een of andere bank. En dat groeide niet zo snel, maar later wel. En de groei staat op de uitwerkbijlage. En ik heb, jullie hebben het al gezien, want er ging iets mis bij het starten van de show. Dat ik op het bord ook dit plaatje heb. Dus laten we maar eventjes kijken wat we hiermee moeten doen. Ze zeggen, in de figuur zijn door middel van staven de aantallen klanten om de 3 weken weergegeven. Bovendien is de grafiek getekend van een exponentieel model dat de werkelijke aantallen goed benadert. Het exponentiële model wordt gegeven door de formule bla bla bla. Hierin is stedentijd in weken sinds begin 2014, met deze nul in week 1 en het aantal klanten. Oh ja, t is 0 is week 1. Oké, dat klopt wel. Als je dan nul invult, komt er precies 4500 uit. Dan zeggen ze in week 43 lijkt het verschil tussen het aantal klanten volgens het model en het werkelijk aantal klanten het grootst. Bereken dit verschil in week 43. Je kunt hierbij gebruik maken van de figuur op de uitwerkbijlage. Rond je antwoord over honderdtallen. Oké, dus dan hoor ik een of ander geluidje. Ik weet niet, wat is dat voor geluidje? Waar hoor ik een geluidje? Oh ja, ik ben uitgenodigd voor een mentoruur. Waarvan ik niet weet waarom dat is. En het is ook op een raar tijdstip trouwens. Want wij zijn nu mooi op tijd volgens mij. Even kijken hoor. Hebben we hier nog het rooster? Ja. Het is het derde uur. Het derde uur begint om 9:45. Ja, oké. Nee. Klopt gewoon. Goed. Ja, we waren bezig met de som. Het verschil in week 43 tussen het lijntje en de staafjes en de formule van het lijntje, die gaan we eerst even opschrijven. Dus je ziet hier dat ik de uitwerkbijlage even heb gekopieerd op het bord. Het ziet er natuurlijk niet heel realistisch uit, maar we gaan gewoon even kijken wat er gebeurt. Som 1. In som 1 heb je dus deze formule. N is 4500 keer e tot de macht 0,0463t. En het gaat over het verschil tussen het staafje en de formule. Of eigenlijk het lijntje. Dus ze zeggen van ja, je mag het lijntje aflezen. Maar je mag ook gewoon hier de juiste week invullen. En als je hier week 43 invult, dan moet je uitkijken, want t is 0 is week 1. Dus dan moet je week 42, of dan moet je t is 42 invullen om uit te komen bij week 43. Dus pas daarmee op. Het is natuurlijk gemeen, maar ja, ze moeten ergens de punten verstoppen. Dus je krijgt hier 4500 keer e tot de macht. En dan die gekke constante 0,0463 en dan hebben we ook nog die t en dat was 42. Dus het aantal volgens de formule is zoveel. En je moest afronden op honderdtallen, maar dat doe je pas met je eindantwoord. Dus waarom zou je tussendoor zitten afronden? Tussendoor afronden vinden wij een slecht idee. Oké, dan het aflezen. Nou, daarvoor heb ik dit plaatje gepakt. En als je gaat kijken, ik vraag me even af hoe ik het makkelijk zichtbaar kan maken. Maar ze willen, kan ik hier opschrijven? Kijk, kan ik hier opschrijven? Ja, oké. Ze willen dat je dit punt afleest. En
Je ziet dus dat het ergens tussen die 3500 en die 30.000 zit. 35.000 en 30.000 zit. En de makkelijkste manier is om op je werkblad gewoon eventjes een rechte lijn te trekken. Een lijn evenwijdig aan de x-as die hier naartoe gaat. Dus nou heb ik het toeltje niet om een precies een evenwijdige lijn te trekken, maar wel ongeveer. Dus je ziet, je komt ergens uit tussen de... Nou, dit is in 5 stapjes verdeeld. Dus 1, 2, 3, 4. Hè? Dus ongeveer bij de 34.000 zou ik kijken. Dus het werkelijke aantal. Ik moet nog eventjes kloten om hier goed mee te kunnen werken. Werkelijke aantal is iets van 34.000. En dan moet je het verschil berekenen. Dus dan doe je 34.000 min 31.458,7 nog wat. En dat rond je dan af op honderdtallen. Dus je doet dit min dat antwoord wat we net hadden. En dan is het verschil 2500. Afgerond op honderdtallen. Nou... het boek, of in ieder geval het boek, het antwoordmodel zegt van ja, maar het was helemaal niet 34.000, het was 33.750. Maar je mag er met aflezen hier 500 naast zitten. Dus dan moeten we het allemaal weer doen. Dus dat is som 1. Denk erom dat je goed afrondt en denk erom dat je nauwkeurig genoeg afleest. Lees zo nauwkeurig mogelijk af. Eigenlijk zou ik hier ook een soort geodriehoek moeten hebben om te laten zien hoe je het nog nauwkeuriger afleest. Maar ik ben al lang blij dat ik dit plaatje in beeld heb. Dus som 2 gaan we kijken. Ze zeggen, zoals gezegd, is het aantal klanten in het jaar 2014 vertienvoudigd. Dat lijkt inderdaad precies een jaar geduurd te hebben. Bereken met behulp van een formule het geheel aantal weken dat in het model nodig is voor een vertienvoudiging. Oké, dus ik heb op t is 0... heb ik 4500 klanten. En de vraag is eigenlijk van ja, maar voor welke waarde van t heb ik dan het tienvoudige? Dus 45.000. Dat kun je gewoon opschrijven. Dus dan doe je 4500 keer e tot de macht 0,0463 t is 45.000. Als je dan deelt door 4500, dan krijg je de formule die je meteen misschien zelf al had opgeschreven. Hè? Want je zegt, als ik een vertienvoudiging wil, dan wil ik dat die gekke 1 macht gelijk is aan 10. Dus dit hoef je niet per se op te schrijven. Je kan meteen zeggen, dit moet 10 zijn. Even kijken. Het hoeft natuurlijk niet algebraisch of exact. Want het enige wat jullie algebraisch moeten doen, is dingen omschrijven. En dat is moeilijker dan dit algebraisch oplossen. Maar goed. Hoe krijgen we die gekke exponent eruit? Nou, hoe zal het ook weer met logaritme en machten? Nog een keer. Je hebt een grondtal. En je hebt een logaritme. En in dat logaritme staat de uitkomst. Zeggen dat is een rare plek voor de uitkomst, meneer Snel. Klopt dat wel? Ja, want ik ga het straks anders opschrijven. En hier komt de exponent. Dus en de formule die hierbij hoort is grondtal... tot de macht exponent is uitkomst. Dit hele gedoe zorgt ervoor dat als je de exponent wil weten, dan kan je dat doen met een log. En je ziet hier grond alles e, exponent is 0,0463t en uitkomst is 10. Dus als ik die 0,0463t wil weten, dat is de exponent, dan kan ik dat gewoon doen met een log. Dan zeg ik dat is grondtal e log van wat ik wil dat er uitkomt, hè, is 10. 10 is de uitkomst. En e log, jullie hebben geleerd dat e log, dat is zo'n bijzondere log. Die heeft zijn eigen knop op de rekenmachine en zijn eigen naam ln. Dus ln 10. Dus t is gelijk aan 1 gedeeld door 0,0463 keer de ln van 10. En dan komt het getalletje uit. Dus laten we even kijken. 1 gedeeld door 0,0463 keer de ln van 10
En dat komt uit 49,7. Dan moeten we even goed de vraag lezen. Ze zeggen, bereken het geheel aantal weken dat in een model nodig is voor vertienvoudiging. Dus 49 weken is niet genoeg. Dus na 50 weken is er een vertienvoudiging. Oké, nou dat is leuk. Ik wil heel even iets uitproberen met dit ding. En dat ziet er even raar uit, maar ik wou eigenlijk, ik wil er beter op kunnen schrijven dan dit. Dus ik ga iets proberen. En als het mislukt, dan ga ik gewoon straks terug. Even kijken. Volgens mij kan ik hier dit doen, maar dan gebeurt er niks. Oké. Kan ik nog schrijven? Kan ik hier schrijven? Oké, goed. Nog een keer proberen. Ik selecteer alles. Ja. En dan ga ik iets geks doen met de kleuren. En dan gebeurt er niks. Waarom gebeurt er niks? Oh, oké. Omdat ik het niet doe. Zo. Nu ga ik iets doen met de kleuren. Ja. Nu ga ik hem verstoppen op het bord. Op deze manier. Oké. En nu ga ik deze kleur selecteren. Dit halen we dan weg. Interessant allemaal, jongens. Maar in de toekomst gaat dit dus allemaal vanzelf. Dat is het idee. Oké, nou, dit is goed genoeg. En volgens mij, als ik nu hier ga schrijven, dan lukt het niet. Oh, omdat ik nog niet aan het schrijven was. Oké. Dan kan ik hier overheen schrijven. En ik kan het ook weghalen. Oké, mooi. Nou, misschien, misschien leidt dit nog tot iets zinnigs, maar misschien ook niet. Dus die 50 weken. Kijk, hebben ze dat ook? Ja. Nou, Sondri, want ik moest hierin gaan tekenen. Ze zeggen, de snelheid waarmee het aantal klanten per week groeit, kun je benaderen door de helling van een grafiek op het betreffende tijdstip te bepalen. Ja, dat klopt. Hadden we geleerd met de samenvatting differentiëren. Benader met behulp van de grafiek in de figuur op de uitwerkbijlage de snelheid waarmee het aantal klanten per week groeit in week 31 van 2014. Rond je antwoord af op 100 tallen. Oké, week 13. Dat is hier. En als je wil weten hoe snel die grafiek loopt, dan moet je een raaklijn tekenen. Dus ik ga het proberen. Ik ga een raaklijn tekenen aan die grafiek. Zo. Ik zie dat die achterlangs loopt. Dat hoort eigenlijk niet. Maar dat is een technisch detail. Oké, nou dit is ongeveer de raaklijn. En die raaklijn die kan ik aflezen. Dus even een klein stukje opschuiven. Zo, dan kan ik het nog net zien. Proberen af te lezen. Som 3. Hij gaat door het punt 0,3000 ongeveer, zou ik zeggen. En we willen ook nog eventjes een wat hoger punt hebben. Dus, week 1, dat was dus hier, dit is punt 0. Hè? Staat die, even kijken of dit wel goed staat. Kan ik hier niet gewoon doen? Addition, even kijken. Addition, ja, hier. Ah, het ziet er een stuk mooier uit. Oké, goed zo. Dus dit punt, dat zit ongeveer bij de 3000, niet helemaal. En ik wil dit punt ook nog aflezen.
We moeten even nadenken bij welke waarde van t dit zit. Want dit was week 1 is t is 0. Dit is week 52, dus dat is t is 51. Dus ik lees hem hier af. En dan ga ik dit punt proberen af te lezen met een evenwijdige lijn. En dat lukt niet helemaal met de evenwijdige lijn, maar ongeveer. Dus dit is ongeveer 23.000, zou ik zo zeggen. Oké. En dan kunnen we de richtingscoëfficiënt bepalen met verticaal gedeelde horizontaal. Dus 23.000. Min 3000, dat is verticaal, en horizontaal is 51, dus oké, dus dat is gewoon 20.000 gedeeld door 51, en dan kom ik uit op een richtingscoëfficiënt van 392. Oké, en dan moest dat dan ook weer worden afgerond of zo. Even kijken hoor. Want je antwoordt af op 100 tallen. Oké. Ik zie in de som staan dat het niet in week 13 moest, maar in week 31. Oké, dan gaan we het in week 31 doen. Goed. Nog een keer. Hier is... Dit van allemaal weg, dus onzin. Ik zag het omdat ik op een raar antwoord uitkwam. En toen ging ik het goed lezen. Dus het is altijd goed om gewoon uit jezelf... Het is altijd goed om uit jezelf even... goed te lezen. Zo. Je ziet dat ik nog een beetje aan het oefenen ben met dit gedoe. Hier op het bord iets importeren en het dan tekenen. Maar goed, gaat het ook niet echt heel erg slecht. Oké. Week 31. Dit is het raakpunt waarin we in geïnteresseerd zijn. Ja? En we gaan nu een lijntje trekken. Een raaklijntje trekken vanaf dit punt. Zo. En hoe loopt die ongeveer... zo. Ja, eigenlijk gaat hij hier precies door die week 13 heen, lijkt het wel. We kunnen hem hier ook even aflezen nog. Kijken. Zo, dus we gaan nog een keer proberen twee punten af te lezen. We zien dat in week 13, dus bij x is 12, is die 0. En we zien dat hij in week 31 is die... iets van 1800. Zo, dan gaan we nog een keer de richtingscoëfficiënt berekenen. Richtingscoëfficiënt, verticaal gedeeld door horizontaal. Dus dat is 18.000 gedeeld door... gedeeld door 31 min 12. Dus even uitrekenen. En dat is iets van 947,4. Dus ik vind dat ik dit eigenlijk niet nauwkeurig genoeg doe. Want het boek komt uit, of het antwoord op ding model komt uit op 800. En je mag er 200 naast zitten. Dus strikt genomen is het niet fout. Maar ik zou het toch fijn vinden als ik het wat nauwkeuriger hiervoor zou kunnen doen. Zodat jullie misschien beter kunnen zien hoe je dit nauwkeurig doet. Het moet op 100 tallen afgerond worden, dus dit wordt dan 900. Dus het is niet echt fout, maar het is minder nauwkeurig dan dat ik het graag zou presenteren aan jullie. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat kan verbeteren voor een andere keer. Oké, nou, we hebben hem wel. Die richtingscoëfficiënt is 900 en dat moest op 100 tallen, dus dat hebben we gedaan. Gaan we verder naar vraag 4. Kijken wat ze daar willen. Misschien is het wel gewoon iets berekenen. Oké, je kunt de formule herschrijven in de vorm t is zoveel. Dit soort vragen hebben jullie al heel vaak gezien volgens mij. En we gaan het gewoon weer proberen. Dus ze hebben hem in de vorm staan n is 4500 keer e tot de macht 0,0463t. Maar ze willen hem in de vorm t... is a keer de ln van b keer n. En die ln hadden we al gezien, hè? Dat hadden we hier gezien toen we het gingen oplossen. Die ln was gewoon e log. Dus het lijkt mij dat we eigenlijk gewoon bij som 4 hetzelfde moeten doen wat ik stiekem bij som 2 al had gedaan.
wil het even laten zien. We hebben namelijk we gingen delen door die 4500. Dat hadden we hier ook gedaan. En dan kreeg je dit. E tot de macht. ...0,0463t is gelijk aan n gedeeld door 4500. Oké. En dan stond het nu in de vorm van de VMBO-regel. Grondtal tot de macht exponent is uitkomst. En dat konden we dan omvormen tot exponent is 0,0463t is gelijk aan de e-log van de uitkomst. En de uitkomst van die formule is n gedeeld door 4500. En e-log, dat was ln. Dus dat kon je dan ook schrijven als ln n gedeeld door 4500. Nou, dat is leuk. Dus nu zijn we er bijna. Het probleem is alleen dat we nog even moeten delen. En dan moeten we die a en die b nog zitten uitrekenen. Dus even kijken. Dit wordt de 1 gedeeld door 0,0463. En dan krijg je hier een ln. En dan in die ln staat er dan n gedeeld door 4500. En die a en die b moeten we dan berekenen. Nou, die a is gewoon dit hele ding. En a moest op 2 decimalen. Dus we doen 1 gedeeld door 0,0463. En als je dat 2 decimalen afrondt, dan kom je uit op 21,6. En je hebt hier die 0. Dus dan heb je sommige leerlingen die schrijven die 0 niet op. Kijken of ze dat hier willen. Ja, dus je hebt inderdaad ook mensen die zo'n examen nakijken en zeggen, nee, die 0 staat er niet. Dus het is fout, weet je wel. Dus als er staat 2 decimalen, schrijf ze gewoon echt alle 2 op. Dat voorkomt discussie tussen mensen. En dat is fijn. Verder die n gedeeld door 4500. Kijk. N gedeeld door 4500 kan je opschrijven als 1 gedeeld door 4500 keer n. En die 1 gedeeld door 4500 die kan je berekenen met 4500 tot de macht min 1 bijvoorbeeld op je rekenmachine. En dan kom je uit op 4 nullen in totaal. De 0 voor de komma telt mee, hè, wetenschappelijke notatie. En je moest volgens mij 5 decimalen hebben, dus 0,00022. Dus dan staat hier keer de ln van 0,00022n. En nu hebben we hem omgeschreven naar de vorm t is en dan de gevraagde vorm. Met a is 21,60 en b is 0,00022. En ze zeggen niet schrijf het in die vorm, ze zeggen bereken a en b. Dus als je helemaal netjes wil zijn, wat soms opeens belangrijk is aan het eind van zo'n som, concludeer nog even, dan zeg je oh ja, dus a is 21,60. Vergeet de 0 niet. En B is 0,00022. Dat is mooi. Goed. Kijken. Wat gaan we nog meer doen? Blikstapelingen. Dit voelt een beetje aan als combinatoriek. Bij het spel blikgooien krijgt de speler 1 of meer ballen. Je moet de dingen omgooien. Zo'n toren is altijd op dezelfde manier opgebouwd. Je ziet een toren van 6 blikken. We gaan er even snel doorheen. En jullie hebben dit natuurlijk allemaal al gemaakt. Op het moment dat je dit filmpje kijkt. Daarom kijken er zo weinig mensen nu. We nemen aan deze opdracht dat als de bal toren raakt, de onderste laag in zich heel blijft staan. Dan schiet het natuurlijk niet echt op. Neem aan dat de geraakte blik ook werkelijk van de toren afvalt. En nooit mooi op een lager gelegen laag terecht komt. En ook dat blikken niet blijven staan als 1 of meer blikken eronder wegvallen. Dus dit was een hele leuke vraag. Maar om het helemaal waterdicht te maken gingen ze er allemaal dingen bij verzinnen. Dus er blijkt er nogal heel veel leeswerk te zijn. Maar ja, ze wilden graag deze context gebruiken. Dus ja, dan heb je een hoop woorden nodig om de context bruikbaar te maken. Dat is eigenlijk wat we hiervan leren. Lars gooit 1 bal naar de toren met 6 blikken. Zoals op de foto, na zijn worp blijft de onderste laag van 3 blikken staan. Ja, dat hadden we net aangenomen, toch? Dat stond ergens in de tekst. De onderste laag blijft altijd staan. Ja. En als de bal de toren niet raakt, neem ik aan dat de onderste laag ook blijft staan. Maar goed. Er zijn nu 5 mogelijkheden voor de overgebleven toren. 3 van de mogelijkheden zijn in figuur 1a, 1b, 1c schematisch getekend. Het is natuurlijk allemaal al tamelijk schematisch. Het is nog wat schematischer. Dus er is een mogelijkheid
Dat de toren gewoon helemaal blijft staan. Er is een mogelijkheid dat het bovenste blik weggaat. Ja. En er is een mogelijkheid dat het rechter blik op de tweede verdieping en het onderste blik weggaat. Oké, dus we moeten nu de twee andere mogelijkheden tekenen. Goed, nou, die twee andere mogelijkheden, wat er verder ook gebeurt, we weten dat die laag van de onderste drie blikken blijft staan. Dus die gaan we gewoon even tekenen. Zo. En ja, nou ja, wat kun je dan nog hebben? Nou, het kan zijn dat dit blik blijft staan. Hè? En het kan ook zijn dat er helemaal niks meer staat, dat die hele bovenkant weg is. Nou, dit zijn inderdaad de twee mogelijkheden die gevraagd zijn. Dus waarschijnlijk één punt voor die en één punt voor die. Gaan we naar som 6. We gaan deze opgavesituatie wat theoretischer bekijken. Oké. We tellen het aantal mogelijke stapelingen van blikken op een onderste laag van n blikken. Hierbij staat vanaf de tweede laag ieder blik steeds boven op twee onderliggende blikken. We nemen steeds aan dat er één keer gegooid is. Dus er wordt nog wel gegooid de hele tijd. En dat de hele onderste laag is blijven staan. Oké, dus zoals weer de hele onderste laag blijft staan. We kunnen natuurlijk ook gewoon weglaten de onderste laag dan. Maar goed. Oké, voor n is 1 is er maar één blik. Dus ook één mogelijke stapeling. Ja, en het is ook de onderste laag. Dus de onderste laag blijft staan. Dus dan is er inderdaad maar één mogelijkheid. Voor n is 2 zijn er twee mogelijke stapelingen. Als ik moet raden, wel een blik erop en niet een blik erop. Ja, dat klopt. Figuur 2. En je kunt nu met een redenering nagaan dat het aantal mogelijke stapelingen voor n is 3 gelijk is aan 5. Deze redenering gaat als volgt. Het is best een lange redenering, mensen, maar we moeten kennelijk straks ook zo'n redenering doen. Dus laten we even kijken of we dit kunnen volgen. Oké. Er is één manier om met 3 blikken op de onderste laag en 0 blikken op de tweede laag. Ja. Dat klopt. Er zijn twee manieren met 3 blikken op de onderste laag en 1 blik op de tweede laag. Ja. Dit is gewoon het tellen wat we net hebben gedaan. Maar dit is dus de redenering. Dus even om als voorbereiding. Hè, het eerste stap van de redenering die zegt van kijk je hebt dit. En de tweede stap van de redenering zegt van ja je hebt zeg maar dit. Of je hebt dit. Dit noemen zij een redenering. Maar dit weten we eigenlijk allemaal al. En dan bij stap 3 zeggen ze er is één manier om met 3 blikken op de onderste laag. Er is één manier met 3 blikken op de onderste laag en 2 blikken op de tweede laag. Ja. Namelijk deze. Dan heb ik hier. Zo. En dat volgt dan uit figuur 1b. Want dat was een van die twee mogelijkheden. Dus dit is de eerste van de twee mogelijkheden. Eerste van de twee. Van die en die. Zo. En dan is dit de tweede van de twee. Dat is de tweede, dat is die. En dit zijn er inderdaad 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dit is hun redenering om te beredeneren dat er 5 mogelijkheden zijn. 1 plus 2 plus 1 plus 1. Nou, ik weet niet of ik dit indrukwekkend vind. Maar we moeten dit waarschijnlijk gaan naapen. Dus het is nog steeds niet, we hoeven er niet helemaal vrolijk van te worden. Maar dit zijn de 4 redeneerstappen. En misschien lukt dit dan met 6. Voor n is 4 is het aantal mogelijke stapelingen gelijk aan 14. Toon dit aan. Oké, er staat niet dat je dat redeneerschema moet gebruiken wat ze daar net hebben gezegd. Dus je kan ze ook gewoon alle 14 gaan tekenen. Maar dat is misschien niet zo slim, dus we gaan het proberen met het redeneerschema. Dus dit is het voorbeeld. En dit voorbeeld gaan we proberen na te apen. Voorbeeld. Goed. Nou, de eerste stap van het voorbeeld is
Er is één manier om drie blikken, om vier blikken te hebben op de onderste laag. Zo. Oké. En dan zeggen ze ook, er zijn, dit is er dus één. En er zijn drie manieren om dit te doen. Om één blik te hebben op de tweede laag. Want er zijn drie plekken voor dat blik. Dus hier zijn er drie. Dan kan je zeg maar twee blikken op de tweede laag. Dat kan zo. Even kijken hoor. Dus je kan ze zo hebben, zo en zo, naast elkaar. En hier zijn er twee van. Maar je kan ze ook los van elkaar hebben natuurlijk. Dus dan krijg je dit. Je ziet, dit is een combinatoriek som. En de hele theorie over combinatoriek heb je eigenlijk niks aan. Je moet hier gewoon je gezond verstand gebruiken. Daarom staat, staat het in het boek ook bij de algemene vaardigheden. Dus die specifieke trucjes, die komen natuurlijk af en toe wel terug. Maar hier heb ik ze nog niet gezien. En verder, in dit geval kan er natuurlijk ook nog eentje opstaan. Dus dan hebben we ook nog dit geval. Zo. En hier zijn er dan ook twee van. Goed. En dan is er nog één laatste mogelijkheid. Of één laatste set mogelijkheden. Dat is als hier drie dingen staan. En dan hoeveel mogelijkheden had ik hier? Nou, dat wist ik al. Dat was 5. Dat was namelijk uit de vorige som. Uit het voorbeeld. Nou, en hoeveel zijn dit er in totaal? Dan doe ik 1 plus 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5. En dat is 14. En dan kom ik op hetzelfde antwoord uit als dat hier staat dat ik dat moet aantonen. Dus dan ben ik blij dat dat goed is gegaan. Heel eventjes kijken naar de tijden, want die zitten nog niet helemaal in mijn hoofd. We hebben tot het eind van het vierde uur, we hebben nog een half uurtje. Oké, mooi. De Belgische wiskundige Charles Catalan ontdekte in de 19e eeuw de volgende formule. Hey, dit ziet eruit als een recursieve rij, beste mensen. Ik wil hem wel eventjes opschrijven straks, als we hem stom gelezen hebben. Kijken of we er wat mee kunnen. Cn is het aantal mogelijke stapelingen met n blikken op de onderste laag bereken met behulp van de bovenstaande formule C5. Oké. Nou, dan hoeven we de formule niet in zijn algemeenheid op te schrijven. Dan gaan we gewoon C5 opschrijven, mensen. Dus som 7. C5. En dan overschrijven uit de som. Dat is C0 keer C4. Want er staat in de som hier een n min 1. Plus C1 keer. Dit is een 4, geen n. Even wat duidelijker opschrijven. Zo, en dit is dan C3. En dan gaat het zo verder. Dus deze wordt steeds eentje meer. En die wordt steeds eentje minder. En dat gaat dan door totdat het andersom staat. Dus je zou het ook al korter kunnen opschrijven. Maar dat doen ze op dit moment niet. C4 keer C0. En dat is de laatste. En die C0 is 1. Die heb je natuurlijk ook nodig. Dit wordt 1 keer 14, want C4 was 14, dat hadden we net aangetoond. Plus C1. Het aantal stapelingen met 0 blikken. Ja, dat noemen ze dan ook 1. Oké. Nou, met 1 blik was er ook 1 mogelijke stapeling. Omdat de onderste rij steeds moet blijven staan. En die C3, dat was volgens mij dan 5. En C2, dat was volgens mij 2. Dat zijn de getallen die net langsgekomen zijn. Hè? En dit wordt dan 5 keer 1. En dit wordt 14 keer 1. En dat moeten we dan uitrekenen. Dus dat wordt volgens mij gewoon 14 plus 5. En dat heb je aan het begin en aan het eind. Dus dan doen we dan een keer 2. En in het midden staat er nog een 2 keer 2. Dat is 4. Dus ik kom uit op het antwoord 42. Oh, dat is een mooi antwoord. Goed, even kijken of zij dat ook hebben voor de zekerheid.
Want anders moeten we gaan kijken wat er verkeerd is. Ja, ze hebben ook 42, dus dat is mooi. Nou, en nu zeggen ze voor deze rij getallen, de zogenaamde Catalan-getallen, bestaat er geen directe formule. Oh, dat is jammer. Wel bestaat er een formule die voor grote waarden van n de Catalan-getallen benadert. Deze formule is bn is bla bla bla, een of andere walgelijke formule, waarbij bn een benadering is van het n de Catalan-getal. Oké. De getallen bn worden snel groter. Hoe snel dit gaat is te berekenen met behulp van de afgeleide van bn. Er geldt bij benadering dat de afgeleide dat is, toon dit aan. Een vervelende differentieersom zo midden in het examen. Dus we hebben een formule bn. En die formule die luidt 0,564 e tot de macht 1,386 keer n. N is onze variabele. Keer n tot de macht min 1,5. En ze willen dat we dit gaan differentiëren. Nou, we merken op dat dit een product is. En als je een product gaat differentiëren, dan gebruik je de productregel. En de productregel zegt dat je eerst de ene moet differentiëren en de ander moet laten staan. En dan de ander moet laten staan en de ene moet differentiëren. Dus kijken hoe dat eruit ziet. Dus we moeten eerst het begin differentiëren. 0,564 keer e tot de macht 1,386, een rotgetallen allemaal, tot de macht n. Hier de afgeleide van keer n tot de macht min 1,5. En dan plus. Dan moeten we het begin laten staan. E tot de macht 1,386n. En dan moeten we die n tot de macht min 1,5 gaan differentiëren. Goed, hoe zal het ook alweer? Eventjes hier op klad. Als we hadden e tot de macht x, dan was de afgeleide e tot de macht x. En als we hadden e tot de macht iets, dan kreeg je e tot de macht iets. Maar je kreeg ook nog een keer de afgeleide van iets. En dat getalletje wat hiervoor staat, dat is een constante waar je mee vermenigvuldigt, die blijft gewoon staan. Dus ik heb 0,564 keer e tot de macht 1,386n keer de afgeleide van 1,386n en dat is 1,386. En dan moet ik ook nog een keer die n is min 1,5 doen, want die had ik hier ook staan. Plus, nou, dit laten staan, 0,564 keer e tot de macht 1,386n. En dan moeten we die n tot de macht min 1,5 differentiëren. Dit is geen exponentiële formule, dit is een machtsformule. Dat betekent dat je die macht ervoor moest zetten. En dan ging er in de macht eentje van af. Dus dan wordt het min 2,5. Nou, even kijken. Lijkt het op wat ze hier hebben? Ze hebben hier die tot de macht min 2,5. Dat is fijn, hier die tot de macht min 1,5. Moeten alleen even kijken of die constantes ook een beetje willen kloppen met elkaar. Dus we moeten uitrekenen 0,564 keer 1,386. En op 3 decimalen is dat inderdaad 0,781. En dan hebben we dus hier 0,781 keer e tot de macht 1,386n keer n tot de macht min 1,5. En dan hier krijg je dan min. En dan moeten we eventjes die 1,5 en die 0,564 met elkaar vermenigvuldigen. En dan komen we uit op 0,846 keer e tot de macht 1,386. Wiskundige houden niet van dit soort lelijke getallen. Keer n tot de macht min 2,5. En als je per se met deze getallen wil werken, dan zet je een variabele op die plek en dan ga je aan het eind die variabele invullen omdat je het antwoord wil weten. Dan word je tussendoor niet geconfronteerd met al deze onzin. Maar inderdaad, wij komen uit op hetzelfde antwoord als zij en dat geeft altijd moed. Dus, volgende som. Vanaf een bepaald aantal blikken zal het aantal mogelijke stapelingen met meer dan 50.000 toenemen als de onderste laag met 1 blik toeneemt. Onderzoek met behulp van de afgeleide vanaf welk aantal blikken op de onderste laag dit is. Oké. Nou, die afgeleide, eventjes naar de volgende kolom.
die B accent N is 0,782 keer e tot de macht 1,386 N keer N tot de macht min 1,5 min 0,846 keer e tot de macht 1,386 N keer N tot de macht min 2,5. Ja, dit ding, dat is het aantal blikken per laag. Ja, dit is de eenheid van, of in ieder geval per aantal blikken in de onderste laag. Okay. Dus dit is niet laag, dit is per aantal blikken in de onderste laag. Dus zo ongeveer, als het aantal blikken in de onderste laag met 1 toeneemt, krijg ik dit aantal mogelijkheden. Dus dit is niet het aantal blikken, dit is het aantal mogelijkheden. Het aantal mogelijkheden wat er dan bij komt is deze waarde. Dus wat je eigenlijk gewoon wil is dat die B-accent N gelijk is of groter is. Meer dan 50.000, hè? Groter is dan 50.000, 500.000. Dus hoe reken ik dit uit? Nou, dit is een hele vervelende formule. Niemand kan dit exact, denk ik. Dus dit gaan we doen met de grafische rekenmachine. We gaan zeggen, I1 is 0,782 keer e tot de macht 1,386 en keer, niet n, maar x, hè, want onze rekenmachine die werkt met functies, niet met n, maar met x. En je moet het in rekenmachinetaal opschrijven, dus doe hier alsjeblieft een x. Keer x tot de macht min 1,5. Min 0,846, volgens mij had ik dit jaar geen wiskunde A-klas, want deze som komt niet bekend voor. Keer e tot de macht 1,386x. Keer x tot de macht min 2,5. En ik wil dat hier iets van 50.000 uitkomt. En dan nog iets meer eigenlijk. Oké, nou, dan gaan we het even invoeren in de rekenmachine. En als we dat doen, dan dit wordt 500.000, ja. Zo. En dan krijgen we hier die 0,782. Keer e tot de macht 1,386 x keer x tot de macht min 1,5 min 0,846 keer e tot, die e tot de macht eigenlijk wat beter buiten haakjes kunnen brengen. Had ik er maar één keer hoeven intoetsen, maar goed, dat is nu wel erg laat voor. Tot de macht x keer x tot de macht min 2,5. Goed, het window. Kijk, die I2 is natuurlijk 500.000. Dus je gaat niet in beeld krijgen met het standaard window. En ik denk toch wel dat je vrij snel hier aan het antwoord komt. Dus laten we zeggen, we zetten de x-max op 40 blikken op de onderste rij. Dat is best wel veel. En die I-min is gewoon 0. En de I-max is 1.000.000. En dat zorgt ervoor dat het getalletje waar wij in geïnteresseerd zijn, dat het heel duidelijk in beeld gaat komen. Dus, hier zien we de toename. De toename die gaat hier al best wel hard. Hè. De toenamesnelheid stijgt harder dan exponentieel. En dan willen we dat snijden met die 500.000. Dus die gaat hij dan nu ook tekenen. Ondertussen kun je natuurlijk even rustig een schetsje maken. Dus de x loopt van 0 tot 40 en de y loopt van 0 tot 1.000.000. En dat plaatje ziet er zo uit, zo. En hier snijdt het elkaar. Dus calc, intersect. En dan first curve, second curve. En dan gaan we eventjes lopen naar het snijpunt. Want hoe dichter je op het snijpunt zit met de guess, hoe sneller die is. En dan zegt hij dat
is dus calc intersect geeft, schrijf je dan op. X is 12,4 nog wat. Dus bij 12 is die toename dat nog niet en bij 13 wel. Dus bij n is 13 komen er per extra blik 'meer dan 500.000 mogelijkheden bij. Nou, en dat, dat moesten we onderzoeken. En daar krijg je dan maar 3 punten voor. Dus een heel gedoe. Oké, kaart schudden. Dat klinkt weer iets met combinatoriek eigenlijk. Maar ja, misschien gaan we er wel iets spannends mee doen. Even kijken. Na het schudden van een kaartspel begint een kaartspel meestal met het gelijk verdelen van de kaart onder een aantal spelers. Nou ja, dat hangt vanaf welk spel het is. Bij een bepaald spel worden er 16 verschillende kaarten gelijk verdeeld onder 4 spelers A, B, C en D. De spelers A, B, C en D krijgen ieder dus 4 kaarten. Ja, dat klopt. 16 gedeeld door 4 is nog altijd 4. We bekijken een stapel kaarten bestaan uit 16 verschillende kaarten. Deze kaarten kunnen op circa 2,1 × 10 tot de 13 verschillende volgordes liggen. Het aantal volgordes waarin de kaarten kunnen liggen is veel groter dan het aantal mogelijkheden om de kaarten onder 4 spelers A, B, C en D te verdelen. Bereken hoeveel keer zo groot dit aantal is, rondaf op 10.000 tallen. Oké. Ja, nou nu komt onze combinatoriek theorie wel van pas. Kijk, dit zijn de 16 kaarten. Ik leg ze even op een rijtje. En elke kaart willen we aan een speler geven. Dus de spelers zijn A, B, C en D. En de manier om dat te doen is te zeggen van nou ja, ik wil 4 plekjes hiervan, daar wil ik A's opschrijven. En van de overgebleven plekjes wil ik 4 B's opschrijven. Van de overgebleven plekjes wil ik 4 C's opschrijven. En dan zijn er nog 4 plekjes over en daar wil ik D's. Op hoeveel manier kan dat? Nou, dan doe je wat ik net zei, alleen dan met NCR. Dan zeg je, ik heb 16 plekjes. Ik wil 16 kaarten. Ik wil 4 kaarten aanwijzen om naar speler A te gaan. Dan heb je nog 12 kaarten over. Van die 12 kaarten wil ik dat er 4 kaarten naar speler B gaan. Dan heb ik nog 8 kaarten over. Van die 8 kaarten wil ik dat 4 kaarten naar speler C gaan. En tenslotte heb je nog 4 kaarten over en 4 kaarten moeten naar speler D. Maar dat laatste ding is gewoon 1. Dus dit gaan we even uitrekenen. 16 mat prup NCR 4 keer 12 mat. Zou er een makkelijkere manier zijn om dit te doen? Vraag me af. Weet ik eigenlijk niet. Keer 8 NCR 4. Je moet elke keer naar dat prup en dat vrak, dat zit er ook maar bij op die nieuwe rekenmachines. Dus het is allemaal weer extra type. En die 4 NCR 4 was gewoon 1. Dus dit wordt 63.063.000. Oké, maar dat vragen ze niet. Ze vragen hoeveel keer zo groot is het aantal om ze in verschillende volgordes te leggen. Nou, dat kunnen we natuurlijk gewoon overnemen uit de som. Maar volgens mij is het aantal volgordes van 16 kaarten gewoon 16 faculteit. Dus ik wil even checken of ik dan inderdaad op dat getalletje uitkomt wat zij ook hebben. Dat vind ik altijd fijn. En dat is 2,09 nog wat, maal 10 tot de 13e. Ja, dat is dus gewoon hun antwoord. En hoeveel keer zo groot is dit als dit? Nou, dan moet je het dus delen. Dus dan ga je zeggen, ik wil 63.063.000 delen door... Dat is het kleine getal. Ik wil natuurlijk eerst het grote getal. Hoeveel keer zo groot is het? Het grote getal. Dit aantal, even technisch lezen. Zo heet lezen, heet tegenwoordig technisch lezen, las ik op internet. Bereken hoeveel keer zo groot dit aantal is.
En dan verwijs terug naar de som. En in de som staat het aantal volgordes waarin de kaarten kunnen liggen is veel groter dan het aantal mogelijkheden om de kaarten onder de vier spelers te verdelen. En dat dit verwijst dan naar het aantal volgordes waarin de kaarten kunnen liggen. Dus die moet inderdaad bovenin staan. Dus dat is 2,1 keer 10 tot de macht 13 gedeeld door die 63.063.000. En dat antwoord, dat moeten we dan ook nog eens een keer gaan zitten afronden op 10.000-tallen. Dus ik heb 2,1 maal 10 tot de 13e. Ik neem even het getalletje over uit het boek of uit de som. 63.063.000. En dan kom je uit op dit getal. 333.000. Maar dit is niet op 10.000-tallen afgerond. Dus je moet zorgen dat het zo wordt opgeschreven. Dus dat is weer een instinker. Dit is nog niet afgerond en dit wel. Dus ik kom uit op 330.000. Hebben zij dat ook? Even voor de zekerheid kijken. Ja, dat hebben zij ook. En het is natuurlijk gemeen dat er zo'n mooi antwoord uitkomt wat je keurig op hele kan afronden, maar dat ze dan dit getal niet willen hebben, weet je wel. Dus dat is gewoon een beetje vervelend. En heel veel mensen verliezen daar een punt op, terwijl het niet nodig is, want je moet het gewoon goed lezen. Oké, som 11. In 1992 publiceerden de Amerikaanse wiskundigen Bayer en Diaconis een artikel over het schudden van kaarten. Voor dit artikel hadden zij de meest gebruikte manier van schudden onderzocht, de zogeheten Riffle Shuffle. Zie de foto. Nou, misschien kunnen jullie dat ook, dat is wel leuk. Zij komen tot de conclusie dat het met deze schudtechniek niet mogelijk is een stapel van kaarten echt willekeurig te maken, zoals bijvoorbeeld de computer dat wel kan. Voor het spelen van een kaartspel is het goed genoeg als de kaarten voldoende willekeurig geschud zijn. Ja, per definitie, ja, als iets voldoende willekeurig is, dan is het willekeurig genoeg voor de purpose, voor het doel wat je ermee wil. Dus dit is een hele flauwe opmerking die hier staat. En dan zeggen ze, die twee wiskundigen ontdekten tijdens hun onderzoek dat het aantal keren dat een stapel kaarten minstens geschud moet worden om als voldoende willekeurig, tussen aanhalingstekens, bestempeld te worden, kan worden benaderd met de formule A is 1,5 keer 2 log n. Deze formule is A, het aantal keren dat de stapel van n kaarten minstens geschud moet worden om als voldoende willekeurig bestempeld te worden. Oké. Ja, want verder hebben we hebben de A en de n allebei al gedefinieerd, dus we zijn klaar. A wordt naar boven afgerond op een geheel getal. Leuk. En dan komt nu de vraag. In het kaartspel Jokeren wordt gespeeld met twee sets van 52 speelkaarten aangevuld met vier zogeheten jokers. Bereken hoe vaak de kaarten bij jokeren minstens geschud moeten worden volgens de formule van Bayer en Diaconis. Oké, dan gaan we nog even de formule opschrijven. A is, merk op dat er dus in de definitie van de formule staat dat je naar boven moet afronden op een geheel getal. Hè? Niet vergeten, want dat zal wel weer zo gemaakt zijn dat als je het gewoon gaat afronden dat het dan verkeerd uitkomt. Bij jokeren had je twee sets van 52 kaarten. En je had ook nog vier zogeheten jokers erbij. Dus misschien weten jullie niet wat dat is. Maar dat maakt niet uit. Het gaat puur om het aantal. Dus we doen 2 keer 52. Dat is 104. En daar doen we dan ook nog vier jokers bij. Dus dan hebben we in totaal 108 kaarten. En het aantal keer wat je dan moet schudden volgens die formule is dan die 1,5 keer 2 log n. En zo'n 2 log... En, eventjes terugkijken, die kon je op een aantal manieren intoetsen in je rekenmachine. En die wil ik nog even laten zien. De makkelijkste manier, als je rekenmachine op een goede manier in de examenstand is gezet, dan kan je gebruik maken van de logbase. En de logbase die werkt hetzelfde als de log die ik hier heb opgeschreven. Maar bij de logbase dan op een of andere manier het grondtal onder de grond en niet bovenin de log. Dus sommige mensen zouden zeggen, dit is een logischere plek voor het grondtal. Grondtal 2, een aantal kaarten 108. En dan kom je uit op 6,75. Nou ja, dus als je dit gewoon afrondt, kom je ook goed uit. Dus dat valt weer mee. Zo gemeen was het niet. Maar als je rekenmachine niet op de goede manier in de examenstand is gezet, dan heb je die logbase niet. En dan moet je het op een andere manier uitrekenen. Een andere manier is dat je gebruik maakt van die rekenregel van de logs die hier staat op je formuleblad, die onderste hier,
Als je dan nog wil weten, dan kan je gewoon zelf een grondtal p kiezen. En dan doe je gewoon met dat grondtal de log van de a en de log van het oorspronkelijke grondtal. En dat deel je dan door elkaar. En dat grondtal mag je echt helemaal zelf kiezen. Dat betekent, we gaan weer even terug naar de vraag. Dit kan ook sneller, maar niet gedaan. Je kan dus ook zeggen, dit kan ik berekenen met log 108 gedeeld door log 2. Of, en je kan natuurlijk ook de beste log gebruiken die er bestaat, dat is de ln. Want e is het beste grondtal en die heeft zijn eigen log. En dan kom je ook goed uit. Dus dat gaan we gewoon even checken. Dus we doen het even met log. En log, dat was 10 log. Dus we hebben hier log 108 gedeeld door log 2. En dan kom je uit op, dit getal kennen we. En als je dit spelletje speelt met ln, dan kom je ook uit op dat getal. Nou, dus er zijn drie manieren, oneindig veel manieren eigenlijk, want dat grondtal mag je zelf weten. Je kan ook twee logbases door elkaar delen, maar ja, dat zou natuurlijk raar zijn. Oeh, maar dit moet dan nog keer 1,5, hè? Kijk, komen we dan wel van instinker uit? Ja, natuurlijk. Hier komt uit 10,13, dus dan zeg je dus er... moet minstens 11 keer worden geschud. Nou, dat is eigenlijk best wel veel. Ik denk dat niemand dat gaat doen. Maar merk dus op dat je hier naar boven moet afronden. Ondanks dat dus niet blijkt uit de formule, maar wel uit de tekst bij de formule. Nou, dan zeggen ze... Als het aantal te schudden kaarten toeneemt, heel eventjes kijken naar hoe het zit met de timing. Het eind van het vierde uur, ja, we hebben nog 5 minuten, kijken we even hoe ver we komen. Aan het aantal schudden kaarten toeneemt, neemt het aantal keren dat er geschud worden ook toe. Ja, dit aantal neemt echter steeds langzamer toe. Je kunt dit zien aan de afgeleide DADN. Stel de formule op van de afgeleide DADN en beredeneer aan de hand van deze formule... zonder de getallen in te vullen of een schets te maken, dat A afnemend stijgend is. Goed, gaan we weer. Dit is ook een standaard iets. Hè. Dit zien we heel vaak terug in de examens. Dus eerst nog eventjes het plaatje met de gedachte. Stel je voor dat je deze functie hebt. Ja? Deze functie is afwisselend alle vier de soorten stijgen en dalen. Namelijk, hier zijn de algemene soorten stijgen en dalen. Dit is afnemend dalend. Het daalt, maar gaat steeds minder hard. Dit is... afnemend stijgend, dit is toenemend stijgend en dit is toenemend dalend. Ja? Dus dat ding is hier eerst afnemend stijgend, toenemend dalend, afnemend dalend en toenemend stijgend. En hoe zit het dan met de afgeleide? Nou, de afgeleide hiervan, dat is een functie die 0 is als je in een top zit. Dus hier is hij 0 en hier is hij 0. En verder is die hier positief, hier negatief, en hier ook negatief, en hier weer positief. Dus die afgeleide doet dit. Dus je ziet dat als de afgeleide positief is en dalend, dan is de oorspronkelijke functie afnemend stijgend. En ik ga niet het hele lijstje afwerken deze keer, want dat heb ik al 2 keer gedaan. Zie bijvoorbeeld het filmpje van het examen volgens mij. Maar we zijn geïnteresseerd hier in toenemend stijgend. Dus nee, afnemend stijgend. Oh, die hebben we net al gedaan. Dus we moeten laten zien dat de afgeleide positief is en dalend. En als we dat kunnen beredeneren, dat de afgeleide positief is en dalend, dan hebben we afnemend stijgend. Dus dat is mooi. Nou, laten we even kijken of we dat kunnen differentiëren. Hoe zal het ook alweer? De afgeleide, en dit staat niet op je formuleblad, hè? De afgeleide van de ln van iets... dat was 1 gedeeld door iets keer de afgeleide van iets. Ja. En als je een andere logaritme had, bijvoorbeeld 2 log iets, 2 log x, moeten we ook doen, dan werd dat 1 gedeeld door x keer de ln van 2. En de reden is, en dat hoef je niet echt te weten, maar de reden is dat die 2 log x, dat eigenlijk gewoon ln x gedeeld door ln 2 is. Dat hangt samen met dat regeltje waar we het hier over hadden. Dus zodra je een log hebt, kan je hem schrijven als een ln. En zodra je een ln hebt, kun je hem differentiëren. En je hebt hier niet eens de kettingregel nodig, want hier staat gewoon letterlijk de variabele in. Dus die afgeleide van a, dat is 1,5 keer
1 gedeeld door n keer de ln van het grondtal van de log, en dat is 2. Goed, nou, n is positief, alle andere getallen zijn positief, dus a accent is positief. Ja. En verder, als n toeneemt, als n stijgt, dan gaat 1 gedeeld door n keer ln 2 dalen. En dat betekent dat de afgeleide daalt. Dus, de afgeleide is positief en hij daalt. A accent is positief en dalend. Dus de oorspronkelijke functie a is afnemend stijgend. En dat moesten we laten zien. Dus, ik denk dat we hier even moeten stoppen. Het is bijna tijd en straks is er weer een andere klas die aandacht wil. Dus ik stel voor dat we woensdag verder gaan. Ik ga nog eventjes naar jullie zwaaien. En dan zie ik jullie allemaal dag, donderdag, woensdag weer terug. Dag.